Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We hebben te maken met een lage drukgebied bij Denemarken. En rondom dat lage drukgebied stroomt koele lucht vanaf de Poolcirkel richting de Britse eilanden naar onze regio. Daardoor dus lage temperaturen, niet alleen bij ons, maar ook in steeds meer landen rondom ons heen. Die koele lucht wint namelijk terrein richting Frankrijk, maar ook richting de Alpenlanden en uiteindelijk ook richting het oosten van Europa. Boven het westen van Rusland ligt een hoge drukgebied, en daaromheen stroomt juist nog hele droge, warme lucht richting Zuidoost-Europa en Turkije, maar kan die lijn helemaal doortrekken over het zuiden van Italië. Naar het zuiden van Spanje, want ook daar blijven de temperaturen hoog. Daar voorlopig nog warm zomerweer, maar in de rest van Europa zullen we zien dat de buien zich uitbreiden. Want dit is vanavond dan al behoorlijk veel buien in het zuiden van Duitsland en ook in Frankrijk. En ook morgen trekken de zware buien, bijvoorbeeld over Zwitserland, over Beieren, ook over Oostenrijk en het noorden van Italië. En ook in Polen krijgen we vrijdag te maken met buien. Temperaturen gaan dus in al die regio's naar beneden, alleen in het zuiden van Europa blijft het eigenlijk nog grotendeels flink warm. In Nederland geen warmte, temperaturen vandaag zo rond de 20-21 graden, wat te maken met de afwisseling van zon- en wolkenvelden en met name in het noorden en noordwesten viel een enkel buitje. Dat zien we ook terug op deze kaart. De wind waaide uit het zuidwesten met windkracht 3 of 4. Maar op de IJsselmeer daar stond af en toe windkracht 5. En dat geldt ook voor de Waddenzee. Best goed weer dus voor de watersporters. Vanavond lossen de stapelwolken voor een groot deel op. Kan er nog een laatste buitje vallen. maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En de wind begint af te nemen. Komende nacht is het zelfs vrijwel windstil. En bij temperaturen van 9 graden kan er dan een mistbankje ontstaan. Morgen overdag krijgen we met buien te maken. Twee type buien. Of beter gezegd, door twee verschillende dingen georganiseerd. Want vanuit het noorden trekt er een lijntje met buien naar het zuiden toe. En vanuit de Ardennen en de Eifel komen er buien richting het noorden. Die buien vanuit de Ardennen die lijken talrijks te worden. En die kunnen over Limburg en misschien het oost van Brabant trekken. Daar dan toch vaak bewolkt weer en veel buien. In de rest van het land zal slechts een enkel buitje zijn en verder een afwisseling van zon en wolkenwelden. Zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten en die houdt de temperatuur weer tussen de 19 en 21 graden. Nou, voor warme weer moeten we echt nog voorlopig even geduld hebben, want vrijdag, zaterdag en zondag gaat dat niet gebeuren. Ook dan 18 tot 21, misschien een keer 22 graden. Op vrijdag en zondag grotendeels droog weer. Zaterdag is de kans op buien wat groter. Maar in de loop van de dag trekken die buien wel weg, dus misschien dat het s middags- en s avonds nog heel aardig weer zal zijn. Kijken we dan wat verder vooruit, dan lijkt het er wel op dat we op maandag en dinsdag nog steeds de hoogste temperaturen gaan krijgen. Dan komen we op 22 tot 25 graden uit en kunnen we een beetje van zomer weer spreken. Verder in de vooruitzichten vooral temperaturen rond de 20 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.